Dus ik heb daarnet gestudeerd voor een examen en dat vond ik niet leuk. Maar nu gaan we even verder in de tijd. We gaan namelijk gaan werken. We spelen de Stanley Parable. Geen idee wat voor spel het is, maar volgens mij zitten wij op een werk of zo. Dat is een potloodslijper, denk ik. Nooit je vinger insteken. Who farted? Dit is echt een mooie Elon Musk wietplant of zo. Oh, deur voor 20! When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Warning, do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death. Penalty for jumping off the cargo lift. Oh my god. Stanley left the room and plunged to his death. So fucking toxic. What do people want? Things? Happy feelings? Mike James, you are fired. Money, more money, things, but with money to buy more things, but with money to buy more things. Graphs, graphs about things plus money. We have our new product. Oké, er is hier ineens een geheime kamer geopend. We zitten nog altijd in een bedrijf, by the way. Bovendien zijn de ramen hier gebarricadeerd, dus moet ik dit vertrouwen? Misschien. Escape, oké, okay, I want to escape, let's go. Fuck life! We worden subiet geplet door die platen daar. Left. Oh no. No, it's to the right, my mistake. Fucking pranker. Prank, man. Oh. Fuck, het is een prank, joh. Dat was niet echt. Dat was wel een grapje. Ben jij boos? Er staat hier een overvalbusje. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Oh yeah, we zijn gewonnen! We both know you didn't put in any actual work for that win. I have to restart. Waarom prankt deze narrator mij hele tijd, man? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Oh my god, ik snap hier geen hol van. Waarom zou je ooit zo'n fucking lelijk schilderij in je fucking badkamer willen hebben? Oh Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Ah! Gotcha. Oh, fuck you, man. Toxic motherfucker. Fucking slut. Ha, alsjeblieft, dood. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Lol. Oh, what the hell? We zijn ineens in de hel beland.